welkom bij My Healthcare in Hulst. Alweer zo'n nieuwe winkel in de Gentsestraat. Nou, hier ervaar ik een hele relaxte ambiance. Maar we gaan vandaag vooral een kijkje nemen in de basiliek, waar nog 2 maanden lang een tentoonstelling Bakens in het Geloof van Ruud Wuitak te zien is. Nog niet iedereen is gevaccineerd en dat hoeft natuurlijk ook niet, want ook met een testbewijs komt u overal binnen. Maar sommige mensen voelen zich toch wat verplicht om nu dus zich te laten vaccineren. Dat kan niet meer in te neuzen, maar er zijn door heel Zeeuws-Vlaanderen op bepaalde dagen verschillende vaccinatielocaties geopend. Kijk voor die plaatsen op www.ggdzeeland.nl/vaccinatielocaties. Een programma dat ontstaan is in die eerste coronagolf, toen er behoefte bleek aan lokale informatie, is dit programma Omroep Hulst informeert. Eerst zelfs 3 keer in de week en nu een wekelijks programma. En dit is al de 93ste uitzending. Wist u dat de programma's van Omroep Hulst door vrijwilligers voor en achter de schermen gemaakt worden? Daarom doen ook wij mee met de Rabo Club Actie. Bij Omroep Hulst maken wij met veel liefde en plezier met een team enthousiaste vrijwilligers televisie uit de regio. En dat willen we nog heel lang blijven doen. En jij kunt ons helpen. Gonnie, hoe kunnen ze dat doen? Ja, je hebt de Rabo Club Support en dan kan je een stem uitbrengen. En die willen wij eigenlijk wel, heel graag. Je kunt meerdere malen je stem uitbrengen, maar wij zouden het heel fijn vinden als jullie in ieder geval 1 stem aan Omroep Hulst willen geven, zodat wij dit nog heel lang kunnen blijven doen. Dus even stemmen. Gewoon doen. Gauw doen. Een warme oproep dus, maar ook op een andere manier kunt u Omroep Hulst steunen. Misschien redactioneel. Maakt u altijd hele leuke filmpjes van bijvoorbeeld evenementen bij u in de buurt, of maakt u en presenteert u liever zelf uw eigen kookprogramma. Stuur gewoon eens een mailtje naar redactie@omroephulst.tv. Thuiswerken, nou, dat doen steeds minder mensen. Ook bij de gemeente Hulst gaat alles weer als van ouds. De raadsvergaderingen, ook daar zijn alle raadsleden weer fysiek aanwezig. Toch blijven we nog live uitzenden, zodat u thuis die vergaderingen kunt volgen. De eerstvolgende raadsvergadering is 7 oktober in Klingen. Eén deze dagen verschijnt het gemeentelijke voorlichtingsblad. Dat wordt dan huis aan huis verspreid met in deze editie natuurlijk aandacht voor Perkpolder, de rioolwerkzaamheden in Kloosterzanden en jeugdzorg. Maar leest u deze nou liever digitaal? Kijk dan gewoon op de website van de gemeente Hulst. De gemeente Hulst, Terneuzen en Sluis die werken vanaf nu samen met Meld Misdaad Anoniem of gewoon M. De afspraak is dat Meld Misdaad Anoniem de gemeente binnengekomen relevante, maar anonieme informatie doorspeelt om zo criminaliteit en fraude te voorkomen of sneller aan te pakken. Natuurlijk is het nu Kinderboekenweek met allemaal verschillende activiteiten in de bibliotheek. Maar ook de brandpreventieweken die gaan weer van start. En het thema dit jaar is rookmelders redden levens. De komende weken komen we hier nog wel op terug met wat filmpjes. Het doel is dat iedereen goede en voldoende rookmelders op de juiste plekken op gaat hangen. Gino de Pauw die opende samen met gedeputeerde Harry van der Maas de landbouwweg langs de N258 in Absdalen. In 2017 werden die werkzaamheden daar natuurlijk al gestart. Er kwam een nieuwe rotonde en de hoofdrijbaan die werd gerenoveerd. Er zijn nieuwe bushaltes gekomen, een fietspad en een parallelle landbouwweg. En dit alles om het verkeer beter te laten doorstromen en de verkeerssituatie veiliger te maken. Maar tijdens de graafwerkzaamheden zijn er resten gevonden van een Carolische boerderij, de 7e, 8e eeuw na Christus. En resten van een boerderij en erven uit de 12e en 13e eeuw. De cirkelvormige structuren, ja, die vielen die archeologen die daar bezig waren heel goed op. En dat zijn waarschijnlijk graanmijters geweest. Nou, er zijn er al veel meer van gevonden in de omgeving van Absdalen. Nou, die historie van de streek die is dus al heel oud. En de gemeente gaat samen met de provincie kijken of het misschien mogelijk is om een archeoroute langs die parallelweg te gaan maken.
een mooie omgeving en mooie auto's. Dat waren de ingrediënten voor de 12e Rotary Dijken en Kreken Rally. Gereden op 25 september en de volgende beelden die kregen wij daarvan. En zo staan we in de basiliek, waar je in één oogopslag, of ik zou er even de tijd voor nemen, alle kerken uit de gemeente Hulst kunt bezichtigen. De kunstwerken zijn trouwens te koop en de opbrengst die gaat naar de parochie. Ja, voor Ruud eigenlijk wel een uit de hand gelopen hobby. Er is nu in Terneuzen naast het jeugdfonds ook een volwassenfonds voor sport en cultuur. Het volwassenfonds richt zich op minder draagkrachtige volwassenen. En het is een goede aanvulling op het minimabeleid. Met een bijdrage uit het fonds kunnen mensen met een minimum toch deelnemen aan sport, bewegen of culturele activiteiten. In Sas van Gent hebben de eenden en de meerkoeten een nieuwe villa gekregen. De oude villa die stond er al 40 jaar en was echt aan vervanging toe. De nieuwe eendenvilla die kunt u bewonderen, compleet met vlaggenmast in het centrum van Sas van Gent. Niet alleen eenden, maar veel mensen zijn ook op zoek naar een nieuwe woning. In Koewacht werd gestart met de nieuwe wijk Vageland. Fase 1 die is nu begonnen. En er zijn verschillende woningen die gebouwd worden. Vrijstaand, rijtjeswoningen of levensloopbestendige woningen. En er wordt nu al gesproken over Vageland 2. Want de woningnood en de vraag om betaalbare woningen is ook in Zeeuws-Vlaanderen groot. Op 14 oktober kan er meegedaan worden met de 14e editie van de Kiwanis Quiz in het Scheldetheater in Terneuzen. Een vooral gezellige avond met grotendeels Zeeuws-Vlaamse vragen, actualiteit en doordenkertjes. De opbrengst die is voor het goede doel. En teams kunnen zich nog opgeven. Kijk maar even op de website www.kiwanis.zvl.nl. Vergeet deze week ook niet het Kom Erbij Festival in Den Dullard. Voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe hobby,
sport of vrijwilligerswerk. U bent vrijdag 8 oktober welkom tussen 4 uur en 8 uur 's avonds. Ja, voor jong en voor oud, want muziekverenigingen, jeugdcircus, schulphulpmaatje, stichtingen, verenigingen, ze staan er allemaal. Het aanbod is divers. En buiten merken we het al. Het is weer voorbij die mooie zomer. Alhoewel, die was ook niet erg warm. Zomerfilm Hulst die had dit jaar geen last van de regen, want ze hadden natuurlijk een drive-in versie. Maar volgend jaar hopen ze toch dat we met z'n allen weer buiten op die vestingwallen kunnen gaan zitten. Deze week sluiten we af met de aftermovie van de zomerfilm. Graag tot volgende week. Briefing bij de caravan. Na een voorbereiding van een dik half jaar. Laat het dan even horen met de toeter. Hoi, ik ben op televisie. Oh, ik kan daar weer weg doen.